Ik weet dat niets anders jou zo opvrolijkt als de appeltaart van de koning. Het is heel lief van je, maar ik hoef niet opgevrolijkt te worden. Nee? Nee. Rick deed niet zo aardig net tegen je. Maar dat is ergens ook wel begrijpelijk. Hij kan dit. Heel goed zelfs. Daar twijfel ik ook niet aan. Ja, maar zo kan het wel op hem overkomen als jij hier er steeds mee bezighoudt. Bemoeid, wou je dat zeggen? Ja, sorry. Ik zeg helemaal niets meer tegen niemand. Ja, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Ik ben nou juist heel erg blij als jij je met mij bemoeit. Je komt altijd met hele wijze adviezen. Wie zit er dan op die hele wijze adviezen van mij te wachten? Ik. Vast. Ja, en Louise, die zijn bof komt dat ze jou in haar leven heeft. Maar Rick verdient ook een eerlijke kans. Eet je taart niet? Nee, is niet vers. Daar proef ik helemaal niks van. Van gisteren. Moet eigenlijk elke dag opnieuw gebakken worden. Ja, ik ben waarschijnlijk de enige die het proeft, maar het gaat om principe. Ga je nou zitten appen? Heel even. Zullen we nog iets anders bestellen? Nee. Nou, hou jij je maar lekker bezig met die telefoon. Ik heb nog wel wat meer te doen. Ja, je moet aan het werk. Ik heb Lucas net geappt. En hij is dolblij dat je weer wilt komen werken. Heb ik dat gezegd al? Nee, maar ik kan soms ook een bemoeier zijn. Nou, ik weet niet of jij het helemaal vanuit de juiste redenen doet, maar... Ik ben er wel blij mee. Dank je wel. Ik zal tegen Rick zeggen dat jij een hele grote schat bent. Dank je.